De Sula Inspiratiebeurs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is tot nu toe goed aangeslagen bij de doelgroep. De beurs die dinsdag begon, beoogt schoolleiders, leerkrachten, ouders, verzorgers en leerlingen te informeren over de onderwijsontwikkelingen op het niveau van zowel het gewoon lager onderwijs, GLO, als het voortgezet onderwijs, VOS. Rosanda Apai-Courtard, directeur van het Centrum voor Nascholing bij het ministerie, zegt dat het nieuw onderwijssysteem nog veel vragen oproept, maar dat die tijdens de beurs zoveel als mogelijk zijn verwerkt, weggewerkt. Dan was er ook nog een hele discussie over waarom geen cijfers geven, maar woordwaarderingen geven. We hebben vooral aangegeven ook dat kinderen zich vaak een cijfer voelen. En de leerkrachten hebben terecht gezegd, ja, maar ik geef niet gewoon een cijfer. Ik bespreek het, want als die ouder 5 ziet en die ouder kan niet lezen of schrijven, maar ze horen wel of ze zien een rood cijfer, dan komen ze. Maar wij gaan ervan uit dat je dat ook kan doen als je een woordwaardering geeft. Dus we zijn, niet elke leerkracht gaat dat gesprek met die ouder aan en we hebben ook ouders gehad die hebben gezegd, ik word alleen maar geroepen als mijn kind slecht werkt. Maar ik weet eigenlijk nooit wat dat kind wel goed doet. Dus als dat kind slechte cijfers krijgt, maar dat kind nog niet goed mee kan, is er toch nog een bepaalde waarde in dat kind. En daar willen we steeds meer naar gaan om te kijken, wat kan dat kind wel? En vanuit dat, wat kan je wel, kan je kinderen veel meer optrekken naar wat kan ik, moet ik nog leren. Het is eigenlijk net als een volwassene. Als ik je een compliment geef over hoe goed je dit interview doet, dan ben je volgende keer meer gemotiveerd om dat goed te doen, maar ook nog andere dingen beter te gaan doen. Apai-Courtard zegt dat bij deze beurs de jongeren ook een hele belangrijke doelgroep is. In dat kader heeft het ministerie jongeren gevraagd wat zij graag wilden bij deze inspiratiebeurs. De directeur zegt dat jongeren vaak genoeg aangeven dat er niet naar ze wordt geluisterd en dat wilde de leiding van het departement wegwerken. Dus we hebben ze tijd gegeven dat er eens een crew toe is, ze krijgen een microfoon en ze mogen praten over bepaalde onderwerpen die ze belangrijk vinden. Er zijn workshops voor de jongeren, we hebben eigenlijk ook van tevoren geappt met een aantal jongeren en gevraagd van hey, wat willen jullie eigenlijk op die beurs? Ze hebben aangegeven, ze willen weten waar ga ik verder als ik klaar ben met mijn studie. En dan hebben we het bureau onderwijs en studiefaciliteiten ook hier gevraagd. Maar ze hebben ook gezegd we willen dat TNU op de beurs staat en ook daarvoor is er gezorgd met de medewerking van TNU zelf. Dus zo zijn er heel veel dingen waar ze naar gevraagd hebben en we hebben gezegd ja, morgen wordt dan een mooie afsluiting. De inspiratiebeurs die wordt gehouden op het terrein van CCS wordt morgen feestelijk afgesloten.